Ja. Nee, ja, daar hoef je niks mee te doen. Nee, gewoon een paar. Nee, nee, nee. Dat hoeft niet. Gewoon trekken. Aan dat rondje daar. Ja, 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 ja. Oeh, oeh. Oeh, het gaat heel vaak mis. Oh, Dankie. Kom niet bij me. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ilvi. Vandaag zijn we te gast bij Suzanne Blokhuis en zullen wij in gesprek gaan over seksualiteit, intimiteit, relaties, maar ook zeker over spiritualiteit. Suzanne Blokhuis, en die werkt nu een jaar bij ons. U weet het ondertussen, Suzanne Blokhuis is een seizoen lang toegevoegd aan een raceteam. Suzanne Blokhuis vorige week op de Society Lunch in Hotel Huis de Duin. Op visite bij Suzanne Blokhuis, oud-collega's bij de grootste familie van Nederland in de jaren 90. Door dat liefde op ons. Dank jullie wel. Wat fijn dat we er mogen zijn. En weer samen op de bank, tijd geleden. Ja. We zien elkaar helaas niet heel vaak. Nee, maar wel met bijzondere Met hele bijzondere momenten. Ja. En ik zie jou wel elke dag. Echt waar? Ja. Hoe dan? In ons trouwboek. Oh ja. Dat zo mooi open en bloot in onze keuken ligt. Okay. Oh, wat leuk. Ja, natuurlijk. Ja. En over open en bloot gesproken, dat is natuurlijk ook iets waar jij in het verleden veel mee bezig bent geweest. Ja, ja, open en bloot misschien handig om even uit te leggen. Dat was een theatershow die ik heb gedaan. Ja. En die ging eigenlijk over relaties, seksualiteit en spiritualiteit. Ja. Ja. Ja, vandaar dat wij hier vandaag ook zitten. Ja. We zullen dit gesprek gaan voeren aan de hand van een aantal vragen die ik voor jou heb. Mm-hmm. Maar we zullen ook zeker even kijken hoe het gesprek zich gaat ontwikkelen. Hey, wat is voor jou de intiemste vorm van intimiteit? De intiemste vorm van intimiteit? Misschien wel lepeltje liggen. Met je, nou ja, met Michel dan. En met je partner. Ja, met je geliefde, inderdaad. Dat is wel grappig, want we hebben een hele poos met aparte dekbedden gelegen. Ja. Omdat het een hele koude winter was. Dus eigenlijk is dat de vorige winter een beetje ingeslopen. Oh, dat is wel heel grappig om te vertellen. Toen zag ik een stukje van jou op Facebook over naakt slapen. Over naakt slapen. Ja, nee, serieus. Dus dat las ik. Ja. En toen dacht ik, dat gaan we doen. Dus ik ben naar Michel toe gelopen. En Michel die slaapt al zo lang als ik hem ken met zijn boxershort aan. Ja. En in de winter vind ik het ook lekker om een t-shirt aan te hebben. Ik zeg tegen Mies, we gaan een experiment doen. Ik zeg, we gaan naakt slapen. En hij kijkt me aan en ik had het nooit verwacht. Hij zegt, ja, dat is goed. En dat doen we nu een paar weken. Ja. En het is echt waar. Je wordt anders wakker en je valt anders in slaap. Ja. En dat is een soort intimiteit. En die kun je alleen met iemand waarvan je heel veel houdt. Ja. Weet je wel, iemand die gewoon jouw liefde is. Dus dat. Maar dat hadden jullie niet eerder zo ervaren met z'n tweeën? Nee, nou ja, wij zijn sowieso wel heel intiem in de omgang en we zien elkaar heel veel. En in bed zijn we ook wel intiem, maar we vinden het allebei wel lekker om gewoon ons eigen plekje op te zoeken. Maar de afgelopen weken, dus dankzij jou. Wat leuk om te horen. Nee, ik moet zeggen, ik heb hem vaker gehoord hoor. Ja, mensen die zeiden, ik las dat, ik stelde het voor aan mijn partner en sindsdien slapen we naakt. Ja, ik zei echt. Echt een aanrader. Gewoon slaap naakt. Voor jullie allemaal Een aanrader, ja. Gewoon die onderbroeken uit, slips uit. Ik hou wel mijn sport bij haar aan als detail. Ja, anders zijn ze te zwaar. Saillant detail. Ja, ik zeg Ik soort heb het wel geprobeerd één nacht, maar word ik echt wakker, heb ik gewoon een beetje pijn. Echt? Ja. Dus dat is wel heel intiem, hè? Ja, dit is het nu al. Gelijk nu al, met het eerste stukje. Ja. Ja, mag. Hey, zou voor jou een relatie bestaan zonder seksualiteit? Een paar jaar geleden zou ik hebben gezegd nee. En nu geloof ik wel, ik merk wel dat seksualiteit minder belangrijk wordt voor me. Weet je, ik ben nu 47 en ik ben er niet meer zo mee bezig. Als het er is, dan kan ik er heel erg van genieten.
Ik ben ook meer van de kwaliteit dan de kwantiteit, zeg maar. En daarin ben ik wel veranderd. Want ik weet nog, toen ik op mijn 25ste een relatie had, vond ik dat we het elke dag moesten doen, want anders zat onze relatie niet goed. En ik zit nu, als het op de een of andere manier niet meer zou kunnen of wat dan ook, dan zou ik daarom niet, zou mijn relatie niet minder waard zijn. Dat niet. Maar een paar jaar geleden zou je daar nog anders over denken? Ja, toen zat ik veel meer in mijn seksualiteit en zo. En ik merk dat dat wel minder is geworden. Ja. En is het prettiger? Is het minder prettig? Ik vind het wel fijn. Ik vind het wel rustig. Dat het niet moet. Ja, dat het niet moet. En als het er is, dan is het fijn. Weet je, dan is het omdat je ervoor kiest en niet omdat het moet of omdat het zo hoort of omdat je 2,5 keer per week gemiddeld moet halen of zo, weet je wel. Dus gelukkig dus ik kan met... me wel een relatie. Ik kan me voorstellen dat je een hele betekenisvolle, intieme relatie hebt zonder de daad, zeg maar. Kijk, als je het per se over de daad hebt dan. Hè? Nou, daar is inderdaad de vraag. Wat is seksualiteit? Wat ervaar jij als seksualiteit? Nou ja, seksualiteit is dus ook inderdaad naakt tegen elkaar aanslapen. Tenminste. Zie je dat dan als intimiteit of seksualiteit? Ja, intimiteit. En waar gaat het voor jou dan naar seksualiteit? Ja, dat pijpenbef is zoals op nuffen. Ja. Ja, dat is zo'n liedje, hè? Ja. Ja, je zegt het heel vloeiend. Ja, pijpenbef is vast opnuffen. Ja. Ja. Ja, dat is. Nee, maar. Ja, dus inderdaad, de fysieke acties, zeg maar. Ja, maar intimiteit is voor jou belangrijker aan het worden dan seksualiteit. Ja, absoluut. Ja. Ja, en is dat voor jouw partner een beetje hetzelfde? Ja, gelukkig wel. Ja, nou, maar dat lijkt me heel lastig als jij merkt dat dat inderdaad zich zo aan het ontwikkelen is. Maar jouw partner die staat er anders tegenover. Daar zitten we echt, tenminste zoals ik het ervaar, zitten we daar wel gelijk op dezelfde manier in. Ja. We moeten er ook om lachen. Ja? Ja. Want? Nou ja, dat... gewoon de grapjes vlak voordat je in bed gaat. Ik zeg ik ineens... Ik zeg, ik ben zo moe als mijn hoofd mijn kussen raakt, dan slaap ik hoor. Dan weet Mies natuurlijk al, kun je ook aangeven of er wel zin is of niet. En dat is, eigenlijk gaat het altijd wel gelijk op. En over een stukje openheid binnen relaties gesproken, denk jij dat monogamie bestaat? Ja, absoluut. Ja, ik geloof echt dat het bestaat. Ik geloof dat mensen heel verschillend over seksualiteit denken en seksualiteit beleven. En als ik kijk naar mensen om me heen, ik ga geen namen noemen, dan zie ik echt wel een monogame relatie. En mensen die daar ook absoluut helemaal geen behoefte aan hebben, aan een ander lijf, aan een andere geur, aan andere sappen, zeg maar. Dus ik geloof het wel, absoluut. Ja. Ja. Zou het iets zijn wat jij nastreeft binnen een relatie? Monogamie? Ja, in principe wel. Maar wij staan er wel zo in dat als er ooit wat zou gebeuren, omdat dat gewoon even lust is of zoiets, dan zal dat niet een dealbreaker zijn of zo. Nee, want ik vind dat af en toe, ik merk dat best wel eens dat ik dat tegenkom in de praktijk of überhaupt in mensen bij mensen om me heen. Dat als er inderdaad een van beide partners iets met een ander doet, dat betekent dat die relatie voorbij is. Ja, nou ja, en dat vind ik af en toe zo moeilijk om dat zou te kunnen begrijpen. Sorry. Ja, nee. Dat zou ik 20 jaar geleden misschien wel zo hebben gedacht. Dan was ik daar veel zwart-witter in. Maar ja, je wordt ouder en je wordt wijzer. Je ziet veel meer. Je ziet dingen om je heen gebeuren. Er gebeuren zelf dingen met je. En met elkaar. En nee, ik durf nou wel te zeggen dat ik, als ik zou weten dat hij een fantastische ervaring zou kunnen hebben, buiten mij, zou ik hem dat gunnen. Maar het betekent niet dat het hoeft te gebeuren, maar dat... En dat zou dan niet per se iets zeggen over de kwaliteit van je relatie? Absoluut niet, nee. Nee, ik denk juist, als je heel veel van elkaar houdt, en je gunt elkaar dingen, dan versterkt dat alleen maar. Kijk, als je elkaar dingen gaat ontzeggen of gaat zeggen dat mag niet of dat verbied ik of zo, dan dat wil niet. Volgens mij is dat ook niet prettig. Maar als ik nu voor mezelf praat, ik heb geen behoefte aan een ander. Dat op dit moment. Nee, maar ja, je zegt ook dat binnen je eigen relatie
gaat dat stukje seksualiteit ook al een minder belangrijke rol precies, spelen. Dus dat heeft er ook mee te maken, absoluut. Ja. En je zei net wijs worden. Wat heeft de wijsheid jou gebracht? Als je kijkt naar seksualiteit, naar relaties, intimiteit. Rust. Ja? Ja. Ik was vroeger heel erg jaloers. En dat kwam ook weer voort uit allerlei dingen die ik heb meegemaakt. Daar vergiftigde ik mezelf mee, maar ook mijn partner. Weet je, dat is niet fijn. Ik bedoel, ik lag in bed als hij bijvoorbeeld ging stappen en ik lag alleen maar te denken. En echt met een kloppend hart en brandend maagzuur van de spanning van wat zou die doen nu, weet je wel. Nou, dat heb ik helemaal niet meer. En dat is ook met je huidige partner? Nee, bij Michel heb ik dat nooit gehad. Nee, ik heb Michel tegengekomen toen ik 36 was. Mm. Hij was toen 39. En toen ik Michel tegenkwam, was ik, wat ik niet eens wist eigenlijk, eigenlijk best nog wel seksueel gefrustreerd, zeg maar. En ik was dus in mijn vorige relatie ook jaloers en onzeker. En niet eerlijk tegenover mezelf, over mijn eigen behoeftes en mijn eigen seksualiteit. Ik schaamde me voor bepaalde gevoelens en zo. En ik vond dat ik dat in mijn vorige relatie dus niet kon uiten. Gewoon omdat ik me daarvoor schaamde, omdat ik misschien sommige dingen wel lekker vond, maar dat niet durfde te zeggen. En toen ik Michel tegenkwam, kwam ik daar heel snel achter, dus dat ik zo op een ongezonde manier tegen seksualiteit aankeek. Doordat hij op een hele vrije manier er tegen aankeek. En daar heb ik toen heel veel van geleerd. En hij heeft mij de vrijheid gegeven om voor mezelf dingen te ontdekken. Dingen uit te spreken. Nou, dat is al heel fijn, weet je wel, dingen uitspreken. En me er niet voor te hoeven schamen. Dus ook een keer een pornootje kijken. En samen, dat had ik echt nog nooit gedaan. En dat vond ik grappig, dat was voor mij een bevrijding. Nu heb ik er niet meer zoveel mee, maar het betekent niet dat het niet... Het kan, weet je, het kan. En dat is rust, weet je, dat je jezelf die vrijheid gunt en dat je geen oordeel hebt over iemand, maar ook vooral niet over jezelf. Ja. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het heel verwarrend is, want je bent toch een tijd samen geweest, ook met je ex-partner dan. Mm-hmm. En daar bouw je toch een heleboel op. Ja. Ook een heel stuk van je seksuele identiteit is daarin gevormd. Of in ieder geval wat jij veronderstelde, dat hoe het eruit zag, of hoe het eruit mocht zien of moest zien. Mm. En vervolgens kom je er dus achter van, maar ik mag dus veel meer, ik kan veel meer, ik wil veel meer. Ik kan me ook voorstellen dat het heel verwarrend is en dat het eigenlijk helemaal niet in eerste instantie zo rustgevend is. Nou, het was bevrijdend. Ik heb het over nu, ik heb nou rust daarin. Het was in het begin zeker niet rustgevend. Sterker nog, ik werd helemaal gek van me. Ik vloog van alles door mijn lijf en door mijn hoofd en er gebeurde van alles. Dus het was redelijk onrustig, zeg maar. En ja. Maar ik weet ook dat jij het een keertje beschreef alsof je in een vlinder voelde. Een vlammende vlinder. Ja, dat heb ik letterlijk zo in die theatershow gezegd van... dat ik, hoe verwoord ik dat ook alweer? Ja, ik was net een ik weet niet meer precies hoe ik zeg, maar ik fladderde rond en ik ontdekte en ik vloog. Nou ja, dat is een beetje moeilijk. Ja, ja. Nee, dat even letterlijk het script. Ja, ik weet het niet meer precies, nee. Dus die rust die is later gekomen. Zeg maar. Het was echt een proces van bevrijden. Ik besefte dat ik mezelf in een gevangenis had gezet, zeg maar. En die was op slot en die sleutel was nergens te vinden. En eigenlijk aan het eind van mijn vorige relatie begon ik me te beseffen. Toen begon ik te beseffen dat ik in die gevangenis zat. Mm-hmm. Toen hoorde ik ook heel zacht soms zo'n stemmetje: zoek de sleutel. Pas toen ik Michel ontmoette, is die stem harder geworden. En toen besefte ik ineens, toen hij me eigenlijk vroeg
of ik wel eens wat dingetjes gedaan had op seksueel gebied. Daar, je hebt natuurlijk ook een en naar aanleiding van jouw proces daarin en van dat stukje vrijheid wat je bent gaan ervaren, heb jij een toneelstuk geschreven? Een voorstelling. Ja. Nou ja, ik heb het gezien. Ik vond het redelijk gewoon een toneelstuk voorstelling. Ja, maar het was geen toneelstuk. Het was wie jij was. Ja, dus het was wel heel bijzonder om te zien. Ik vond het ook wel heel stoer dat je dat gewoon in je eentje hebt gedaan. Ja, ik ook wel. Ja? Ja. Want het was iets heel anders dan wat jij daarvoor had gedaan. Ja, ik ben omroepster geweest bij de TROS. En ik heb heel veel bedrijfspresentaties gedaan. Maar dan sta je op het podium iemand anders een verhaal te vertellen. Ja. Weet je wel, je vertelt iets over een verhaal of een nieuw product of een nieuwe spaaractie of weet ik veel wat. Maar het is altijd iemand anders een verhaal. Dus. Wat ik nu ging doen, was dus inderdaad met de billen bloot mijn eigen verhaal vertellen. Ja. Met de intentie om andere mensen ook te helpen, weet je wel. Om open te zijn, om oordelen los te laten, om verwachtingen los te laten. Om te gaan genieten gewoon van je vrouw zijn dan in mijn geval. Ja. Maar je voorstelling die heette Open en Bloot. Ja, was het ook wel. Ja. Open en Bloot. Ja, was het onderdeel van jouw proces? Het grappige is, dat heb ik toen niet zo ervaren. Maar eigenlijk toen die achter de rug was, besefte ik dat het wel degelijk een onderdeel van mijn proces was. Mm-hmm. Maar wel met de intentie om andere mensen daar ook mee te helpen. Maar Want wat heeft het voor jou op dat moment nog gedaan? Het was voor mij, denk ik, de ultieme bevrijding. Weet je, ik voelde me al wel bevrijd, maar door het te delen met een heleboel mensen. Ik heb het 8 keer gedaan en er zijn ongeveer 500 mensen wezen kijken. En ik heb van een aantal van die mensen ook feedback gehad over wat het met hun gedaan heeft. En er is zelfs een vrouw geweest die daardoor de scheiding in gang heeft gezet. Dan kun je zeggen van, wel heftig. Maar dat moest ze doen voor zichzelf. En alleen dat al, denk ik. En wat heeft het voor mezelf gedaan? Ik heb daardoor wel echt heel veel dingen achter me kunnen laten. En die heb ik ook daar gelaten. Want ik weet nog dat ik bij de 8e keer, dat het klaar was en dat ik toen dacht, het is nu ook echt klaar. Het is goed zo, ik ga hem niet meer doen. En wat was er voor jou klaar? Wat liedje kon je achter je laten? Dat stuk, ik denk ook een stuk verwerking, acceptatie. Ja, gewoon acceptatie van ik ben wie ik ben ik mag in volledige vrijheid mijn leven leiden. Ik mag zelf mijn keuzes maken. En door dat te overstaan van allemaal vreemde mensen te doen, zeg maar, was echt. Toen kon ik ook niet meer terug. Toen heb ik, En ben jij een ander mens geworden sindsdien? Nou, ik ben in principe dezelfde fysieke verschijning, zeg maar. Maar ik ben van binnen, zijn er wel heel veel dingen veranderd, ja. Ja, maar ook ben je helemaal dezelfde fysieke verschijning? Als je jezelf nu in de spiegel aankijkt ten opzichte van een aantal jaren geleden, of zelfs 10, 15 jaar geleden. Ik vind mezelf knapper nu. Ja? Ja, dat bedoel ik niet arrogant, maar ik ben blijer met mezelf. Ja. Ik ben blijer met mezelf. Ja, je ziet aantrekkelijkheid in jezelf. Ja, precies. Ja. Ik kan nu, vroeger was ik heel onzeker. Ja. En die onzekerheid is nu wel weg. Ik ben gewoon blij met mezelf. Ik denk, ik ben 47 en ik kan gewoon naakt voor de spiegel staan. En dan denk ik, ik ben 47, dus er zitten wat putjes en dat is het. En het wordt allemaal wat slapper. Maar potverdorie, ik ben wel blij met mezelf. En dat is wel heel fijn. Doe je dat ook? Ga je ook echt voor de spiegel achter te staan niet, en denken? Nee, maar ja. Misschien ook wel, maar niet. Kijk, niet zoals sommige mannen voor de spiegel staan. Weet je wel, dat alweer niet. Dat niet. Maar kijk ik mezelf wel eens bewust aan. Ik kan. Dat is wel grappig. Dat is best heel goed om te doen.
Soms ga ik wel eens voor de spiegel staan, meestal voordat ik naar bed ga. En dan ga ik mezelf echt aankijken. Mm-hmm. Dus dan ga ik niet zozeer kijken naar mijn lijf en zo, maar dan kijk ik mezelf echt aan. En net zolang totdat er echt een glimlach op mijn gezicht verschijnt. En dat ik mezelf echt zie. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar... Ik heb ook wel eens tegen mezelf gezegd... En nu ga je gelukkig worden, want dat verdien je. En dat kun je van iedereen horen. Mm-hmm. Maar je moet het van jezelf, je moet het van jezelf horen. Kon jij het horen? Ja. Ja. Toen kon ik het horen. Dat was ook de eerste keer dat ik het deed. En de eerste keer dat ik het deed, heb ik mezelf ook gehoord. En toen is het hele proces eigenlijk in gang gezet van gelukkig worden. Ja. Dus blij worden met jezelf. En blij worden met jezelf, is dat een kwestie van andere dingen doen, andere dingen denken, andere dingen andere zien? Andere dingen denken. Ja, dus de dingen anders gaan zien en oordelen, vooral heel belangrijk, oordelen loslaten. En verwachtingen loslaten. Allebei. Als je dingen verwacht van anderen, dan word je vaak teleurgesteld. Ja, dus als je dat niet doet, dan word je ook niet teleurgesteld. Je kan dingen hopen. Je kan denken van, goh, het zou fijn zijn als hij zo en zo zou reageren. Maar als daar geen verwachting achter zit, dan word je ook niet teleurgesteld. Ik zeg altijd, verwonder je niet. Of nee, erger je niet, verwonder je slechts. Nee, ik zeg ook altijd hoor. Inderdaad, als je verwachtingen hebt, kunnen daar alleen maar teleurstellingen uit voortkomen. Ja, precies. Ja. En dat zie je onwijs veel. Dat mensen inderdaad, vriendinnen om me heen, die verwachten dan dat hun vriend of hun partner iets doet. En als ze het niet doen, nou, dan zijn ze zwaar teleurgesteld. Dan zeg ik van, joh, verwacht het nou niet. Ik bedoel, en als je het heel graag wil dat iemand op een bepaalde manier reageert, spreek het uit. Weet je wel? Zeg het. Zeg wat jij graag zou willen. En zeg niet, dat moet je doen, maar ik zou het zo fijn vinden. Als je dat zou doen, denk je dat dat zou kunnen? En als je zegt van, ja, dat weet ik niet. Nou ja, oké. Dan heb je het in ieder geval gevraagd. Ja. Heb jij nog verwachtingen ten aanzien van je partner? Nee. En ik merk dat... Ik ben bezig geweest met een persoonlijke ontwikkeling op het gebied van spiritualiteit, weet je wel. Ontdekken hoe het leven in elkaar zit en zo. En er was een moment dat ik me een beetje alleen daarin voelde. En dat merkte ik toen ik bij een of andere workshop was en ik met allemaal gelijkgestemden, zo noem je dat dan. En ik merkte dat ik op een gegeven moment begon te huilen. Dat ik dacht van, ik kan er niet over praten met mijn partner. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, maar hoezo? Heb ik het geprobeerd dan? Mm-hmm. En toen kwam ik 's avonds thuis. En toen vertelde ik wat er 's middags gebeurd was. En dat ik een beetje verdrietig werd daarover. Ik zeg, volgens mij ligt het bij mij en ligt het niet bij jou. En toen ging ik erover praten met hem. En hij was helemaal open. En hij luisterde gewoon naar me. En dat was voor mij ook weer een eye-opener. En weet je, en zo leer je elke keer wat bij. Wees duidelijk. Weet je wel, overal over. Dus daarin heb je gewoon eigenlijk de aanname gedaan. Dat het iets was wat jij alleen moest doormaken. Precies. En toen ik dat dus voelde, toen ik me bewust werd van die hersenkronkel, weet je wel, van die gedachten. Toen heb ik daar wat mee gedaan. Toen heb ik gezegd van, joh, Mies, dit denk ik. Ik vind dat moeilijk. Is het zo? Hij zei, nee, helemaal niet. En toen ging ik erover vertellen, over wat mijn ontwikkeling was. Daar ga ik nou niet allemaal op in, want dan wordt het een gesprek van 28 uur of zo. Maar, en toen was hij heel erg geïnteresseerd. En ik kon het zo uitleggen dat hij eigenlijk ook wel getriggerd werd. Via mij doet hij er weer wat mee, weet je wel. Ja. Ik vertel het hem en dan... Op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. Ja. Kijk, hij gaat niet zitten mediteren. En ik sta 's ochtends om 6:30 op en dan doe ik mijn oefeningen. En dan ga ik heerlijk even 20 minuten zitten mediteren. Mm-hmm. En het grappige, daar begint hij dus nu wel weer nieuwsgierig te worden. Ja, en we gebruiken het ook... in bed wel eens. Ik zag iets aankomen. Ja. Maar, vertel.
Je hebt hele mooie muziek, tantra muziek, weet je wel. Dat is dan een bepaalde frequentie met bepaalde instrumenten. En op de een of andere manier kan dat wel een beetje je gevoel stimuleren, zeg maar. En bij tantra denken trouwens mensen vaak direct aan seksualiteit. Maar het grappige is, tantra is dus eigenlijk het uitstellen van de daad. Is het genieten van het verlangen. En dus daar staat hij ook open voor. Ik zeg, weet je wat, ik zet even een lekker muziekje op. En dat noem ik, dan zeg ik seksuele... hoe noem je dat? Ja, ik noem dan in ieder geval wel het woord seksueel. Ja. En dan hou ik hem eigenlijk lekker een beetje voor de gek. Want eigenlijk doe ik dan een slaapmeditatie of zo, weet je wel. Nee, dat doe ik dan echt. Dan zet ik dus die muziek op. Dan doen we allebei een oortje in. En dan zeg ik ook, moet je gewoon lekker gaan liggen. Dus we gaan niet vrij of zo, gaan luisteren. Ja. En dan gaan we allebei in ons eigen gevoel. En dan kijken of je in dat gevoel bij elkaar kunt komen. En dan niet fysiek, maar dus echt... geestelijk, zeg maar. Dus dat je hetzelfde gevoel creëert. Nou, dat is onwijs lekker. Dus ik krijg dan echt helemaal... Kriebeltjes, ja. Precies. Maar hij krijgt het ook. En ja, natuurlijk zijn wij geen volleerd tantra-beoefenaars. Dus dan wil het ook nog wel eens zo dat we even naar elkaar toe rollen. Maar dat is wel lekker, want dat hebben we dat wel... Dat uitstellen, dat zijn jullie nog niet helemaal... Nee joh, dat is ook niet, dat hoeft ook niet altijd, weet je wel. Dus, maar daar staat hij wel open voor, dus dat is leuk. Als je nou de keuze zou moeten maken tussen spiritualiteit of seksualiteit, zou je die kunnen maken? Ja. Nee, ik denk dat je die keuze hoef je niet te maken. Tenminste, sommigen die maken die keuze wel. Maar dat... Maar stel je zou hem moeten maken? Dan zou ik voor de spiritualiteit kiezen. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, want daarin kan ik ook mijn bevrediging vinden. Als je het hebt over tantra. Mm-hmm. Ik kan mezelf dus naar een hoogtepunt denken. Echt waar. Voelen? Nee, denken. Dus voelen. Ja, denken zonder voelen. Mijn handen voelen te dus. Gebruiken. Ja. Dus echt door je te focussen. Mm-hmm. Door je echt te focussen op wat voor organen het dan... Ja, je geslachtsorgaan, zeg maar. En zo'n beetje... knijpen erbij, dat kan wel. Beetje je bekkenbodem, precies. Ja, ja. Maar dan, dat doet niet vaak, zeg maar. Maar dat is wel eens gebeurd, ja. En doe je dat dan alleen? Is dat dan iets van jou of kan je dat ook samen doen? Kun je ook samen doen. Dat is dan ook wat je soms met de tantra ook wel een beetje doet. Dan focus je wel je gedachten en je gevoel, zeg maar, op je onderlichaam. Ja, dus eigenlijk zijn spiritualiteit en seksualiteit voor jou heel erg verbonden met elkaar. Ja, ja. Dus in mijn geval hoef ik de keuze ook niet echt te maken. En ik heb al kinderen. Mm-hmm. Dus ja, daar hoeft het ook niet meer. Functionele seks hoeft ook niet. Nee, ik heb geen functionele seks meer. Nee. Dus kan je je voorstellen dat voor veel mensen een stukje spiritualiteit in eerste instantie nodig is om vervolgens naar dat oprechte stukje seksualiteit te kunnen komen? Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je bewust bent van je gevoel, inderdaad. En is dat wat spiritualiteit inhoudt voor jou? Bewustzijn? Ja, bewustzijn. Dat is wel heel belangrijk, ja. Bewustzijn en het geloven dat alles liefde is. Mm-hmm. En bewustwording, dat is voor mij wel spiritualiteit, ja. Bewustwording zonder oordeel. Zonder oordeel, ja, precies. En dat werkt voor mij echt heel goed. Ik ben veel zachter geworden en liever. En ik ben geen watje, want ik maak nog steeds schuine moppen, platte grappen. Flauwe opmerkingen. Flauwe opmerkingen. Absoluut. Ik bedoel, ik ben wel een ik ben nuchter spiritueel, zeg maar. Ja. En absoluut humor, ja. Dat is het leven, jongens. Want ja, kijk, als je alleen maar met je hoofd in de wolken zit, dan mis je het leven. En dat wil ik niet, want daarvoor is het veel te leuk. Ja. En dus wat dat betreft wil ik die seksualiteit ook niet missen. Nee. Dus ik zeg, een mooie mix, daar teken ik voor. Ja, maar voor jou seksualiteit wel echt een meerwaarde met dat stukje spiritualiteit erbij.
Hoe bedoel je? Nou ja, door het bewustzijn, door het meer kunnen voelen, ervaren, wordt dat seksuele contact, wat is ook mooier. Absoluut. Hey, als we dan eens even teruggaan naar de voorstelling. Ik weet namelijk nog dat daarin een nummer werd gespeeld. Nou, wat bij mij in ieder geval het kippenvel zorgde. Ja. Het nummer waarbij je eigenlijk over je vader en over je broer zong. Dat ik je zo goed ken. Ja. Wauw, jij je schiet weer vol. Ach, lieverd. Je zit zo ver weg, anders zou ik je knuffel geven. Maar ik doe in gedachten geef je knuffel. Ja, kwam die zo binnen? Ja, je merkt het. Ja. Kan jij daar eens wat over vertellen? Wat het voor jou... Dat liedje, ja. Nou ja, dat... mijn vader en mijn broer, daar ging het over. Dat ik je zo goed ken. Mijn vader en mijn broer zijn... Toen ik 15 was, is mijn broer overleden. Een half jaar later mijn vader. Mijn broer door een hersentumor. Die was binnen 5 weken dat we het wisten, was hij er niet meer. Mijn vader een auto ongeluk, dus dat was ook heel abrupt. Ja, 7 maanden na elkaar. En toen ik 15 was en ik midden in mijn puberteit zat, mijn seksualiteit, ook het ontdekken van mijn seksualiteit, ben ik dus de 2 belangrijkste mannen in mijn leven verloren. En dat heeft ook echt wel wat met me gedaan. Daar ging dat liedje over. Dus niet over die seksualiteit, maar over het verliezen. Maar dat ze eigenlijk nog altijd bij me zijn. Wat er gebeurde, was dat ik was op zoek naar bevestiging. Ik was op zoek naar aandacht en naar liefde. En daarin ben ik mezelf eigenlijk wel heel erg verloren. Ik heb mezelf echt weggegeven om dat gevoel te vinden. Maar dat vond ik maar niet. Als jong meisje vond ik de aandacht van... oudere mannen, en dan heb ik het niet over hele oude mannen of zo, maar wel een aantal jaar ouder. Weet je wel, als 15-jarig meisje vond ik jongens van 22 wel interessant en zo. Ja. En ja, die staan heel anders in beleving van seksualiteit als jongetjes van je eigen leeftijd. Dus daarin heb ik mezelf wel weggegeven. Ja. En was er niemand in die periode die jouw dingen liet zien of vertelde van, goh, pas op, wat doe je? Nee. Mijn moeder die had natuurlijk haar eigen verdriet. En ik ben al snel naar het buitenland gegaan. En ik scheer ze niet over een kam. Maar veel mannen zijn wel heel erg bezig met hun eigen gevoel. En het interesseert ze eigenlijk niet heel erg wat zich dan aanbiedt. Weet je, dat is ook niet hun verantwoording hoor. Maar het... Dat deed ik natuurlijk ook zelf, want ik was er zelf bij en ik was flirterig en ik, weet je wel, ik... Het was ook waar je naar op zoek was. Het was waar ik naar op zoek was, dus ze kunnen er ook niks aan doen, maar... dus het is ook geen verwijt of zo hoor, alleen ik denk dat zij dat ook niet eens beseffen. Maar het is wel belangrijk misschien om... voor de mannelijke kijkers, dat ze... Wees voorzichtig met vrouwen, ook al... Geven ze je het gevoel dat je alles met ze kan doen en dat alles mag. Wees voorzichtig. Ja, weet je waar wel. Zijn ze nou op zoek? Wat precies, willen ze? En dat is ook spiritualiteit. Verdiep je in iemand, weet je wel. Want ook al is het maar een klein beetje. Dat zou al heel fijn zijn. En dat is wat ik met open en bloot misschien ook al wel naar buiten wilde brengen. Wees voorzichtig met elkaar. Weet je, en als je iets vraagt, wees je bewust van wat je vraagt en wat je wil. En als iemand iets, of begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja, dus wees voorzichtig met elkaar. Ja. En merk je het nu nog? Dat je dus inderdaad die 2 mannen in je leven bent verloren? Want ik kan me ook wel voorstellen, je bent je wel heel erg bewust ineens dat de relaties helemaal niet zo onvoorwaardelijk zijn. En dat de aanwezigheid van mensen helemaal niet gewoon voor altijd is. Dat je voor lief kan nemen. Dat is ook zo. Niks is vanzelfsprekend en niets is voor altijd. En we zijn hier op deze wereld in ons vleespak, zeg maar. Ja. Alleen
ik heb ook wel heel veel dingen weggestopt. Nee. Zeg maar die seksuele frustratie die ik had. Dat heeft absoluut te maken ook met hun overlijden. En met hoe ik daarna in het leven stond. En hoe ik me daarna heb weggegeven. En weet je, daardoor raakte ik ook gefrustreerd. Ik heb ook een relatie gehad. Waarin hij heel erg jaloers was. En daar is ook mijn jaloezie van gekomen. Ik heb 2 jaar lang met een man geleefd die ontzettend jaloers was. Echt, die was zo jaloers dat als we in de auto zaten samen, dan keek ik naar mijn knieën of naar mijn tas die ik op mijn schoot had liggen. Want als ik op zou kijken en er zou net een man oversteken of langslopen, dan zou ik echt dikke herrie hebben. Want dan was het van, ik zag je wel kijken, voel je zeker wel een lekkere vent. Dus ik werd zo geconditioneerd door die man. Hij heeft mij geleerd om jaloers te zijn. Want toen ik terugkwam in Nederland uiteindelijk, na een paar jaar, toen kreeg ik een relatie. Maar ik was zo geconditioneerd in dat jaloers zijn. Dat was voor mij er zo ingehamerd, als het ware, dat ik dat ook ging doen. En ik ben me daar pas later bewust van geworden, maar dat is vergif. Het is echt, jaloezie is, dat is echt vergif voor jezelf en voor je relatie. En het is er mij ingeslopen, maar gelukkig. Ja, hoe ben je er weer vanaf gekomen? Nou ja, door in een relatie te komen met Michel, waarin openheid gewoon, waar dat kon. En waarin hij mij het gevoel had dat hij eerlijk was. Michel is echt goud eerlijk. Weet je, hij is in zaken eerlijk, hij is in zijn gevoel eerlijk en in onze relatie. En ik laat hem ook eerlijk zijn, omdat ik niet meer jaloers ben, weet je wel? Want ik kan me voorstellen dat mijn vorige relatie, dat die niet eerlijk was, omdat ik oordelen had. Ja. En omdat ik al allerlei waanbeelden in mijn hoofd had. En als ik al zeg van ik wil niet dat je dat doet, ik wil niet dat je dat doet en je mag met niemand praten. En je gaat uit en natuurlijk praat je wel met iemand, weet je wel. Anders heeft uitgaan ook geen nut. Dat besef ik nu ook wel. Dus als hij dan thuis kwam, dan vertelde hij dat hij met niemand had gepraat. En als hij terugkwam van een feestje van zijn werk en er was een striptease danseres geweest. Nou, dat vertelde hij niet tegen mij. Maar ik kwam er dan wel achter 3 weken later. Dat voedt alleen maar die jaloezie. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Dus wees eerlijk, weet je wel. Gewoon, en geef elkaar ook de vrijheid om eerlijk te zijn. Ja, want wat heeft dat dan uiteindelijk voor jouw relatie betekend? Of voor jouzelf als persoon? Met mijn ex? Zowel in je ex, met je ex, waar dus wel die jaloezie dan aanwezig was. En ja, je relatie met Michel? Ik begrijp bij mijn ex, hij is ermee gestopt. En dat begrijp ik nu ook wel. Want ik was ook jaloers en hij was ook niet eerlijk tegen me. Omdat we dat kon al niet meer. Nee. Dat was al te ver. En we hebben samen een kind gekregen. En Gijs is nu 18. En dat is een heerlijke knul. En dat is het mooie wat uit onze relatie is gekomen. Maar wij waren niet voor elkaar, maar we hebben wel veel van elkaar geleerd. Ja. En zo zie ik het. En met Michel nu. Ik wilde ook niet meer jaloers zijn. En hij gaf mij ook niet het gevoel dat ik jaloers hoefde te zijn. En dat is ook wel heel lekker, ja. Ja, omdat hij dus zo open is en zo eerlijk. En jou voldoende bevestiging gaf in jullie relatie, in zijn Absoluut. Liefde voor jou. Ja. Hey, ja. Laten we eens even kijken. Wat is jouw meest leerzame moment? Als je echt een moment moet kiezen als het gaat om seksualiteit, relaties, misschien zelfs wel een spiritueel moment. Ik ben aan het denken nu. Even voelen. Mijn meest. Nou, er gaan nu allerlei situaties gaan door mijn gaan door mijn hoofd. En dat zijn ook situaties waarvan ik denk, dit is niet het moment om dat nu te vertellen. Mag wel, hoor. Oh, dat vind ik heel moeilijk.
was dat een van de vragen die je me vanmiddag had gestuurd. Maar ik dacht misschien inderdaad op basis van gevoel. Ja. Ja, misschien wel het moment dat Michel en ik kennen elkaar net, 6 dagen. En toen vroeg hij aan mij, heb je wel eens wat spannends gedaan op seksueel gebied? En hij vroeg dat en eigenlijk een paar maanden daarvoor, of misschien was dat wel een jaar daarvoor, ik was heel erg nieuwsgierig hoe het zou zijn om met een vrouw te zoenen of te vrijen. En dat werd op een gegeven moment, en toen was ik nog met mijn ex, werd dat een beetje ik was er heel erg mee bezig. En ik keek op internet, ik ging verhaaltjes lezen en zo, en ik vond het allemaal super spannend, maar ik durfde daar niks over te vertellen. En toen heb ik een keer, op Schiermonnikoog, heb ik een keer gezoend met een vrouw. En dat was voor mij heel spannend. En toen Michel mij dat vroeg, heb je wel eens wat gedaan? Toen heb ik dat verteld. En toen vertelde Michel dat hij ook nogal het een en ander had meegemaakt op dat gebied. En daar schrok ik verschrikkelijk van. Mm-hmm. En dat was voor mij een eye-opener. Want in de eerste instantie schoot ik direct volledig in de weerstand. Echt heel erg. Ik bedoel, ik begon te huilen. En ik denk, ik wil het allemaal helemaal niet weten. En we kennen elkaar net 6 dagen. Ik denk, oh, hij rookt en hij drinkt. En hij heeft allerlei dingen gedaan. Alles wat jij niet bent. Voor alles wat ik niet wilde. Wat ik al die jaren voor mezelf ook altijd had weggeduwd. En man, dat kon, daar wilde ik niet naartoe. Want dat hoorde niet en dat mocht niet. En dat gooide hij bij mij neer. En ik weet nog dat ik huilend ben weggegaan. En dat ik echt dacht van, oh, wat moet ik hiermee? Maar ik was al verkocht. Ik hield al van hem, weet je. Ik klinkt misschien stom, maar ik wist dat hij de man voor me was toen we elkaar ontmoetten. En hij wist dat ook, want anders voel je het niet. Als de ander dat niet voelt, dan kun je dat niet voelen. En je kent het. Ja, ik zie je nou denken. We worden uitgesproken tijdens onze ceremonie. Ja, precies. Ik zie je nou denken. Ja. Ja, ja, precies. Dus, en toen ik ging weg, want toen wonen we nog net niet samen. 3 weken later wel. En dus voor het rekensommetje. Ja, precies. We wonen binnen een maand samen. En ik ben toen naar huis gegaan. En toen besefte ik, toen heb ik echt letterlijk gedacht, hij heeft de sleutel van de gevangenis. En hij heeft voor mij die sleutel, door dat te vertellen, en heeft hij mij die sleutel gegeven. Dus dat was voor mij echt een bevrijding. Ja, maar dus je hebt hem wel moeten kunnen ontvangen. Ja, dat klopt, maar dat wilde ik. Want ik voelde dat het goed voor me was. Ik voelde dat het klaar was. Ik moest uit die gevangenis, want ik ging daar dood. Weet je, ik overleefde op water en brood. Maar ik wilde uit die gevangenis en ik wilde gaan genieten. Ik wilde gewoon een heel buffet hebben met alles wat lekker was. En waar ik uit kon kiezen, weet je wel. En hij kon jou dat geven. Of in ieder geval de mogelijkheid geven om dat buffet op te zoeken. Hij wilde met mij langs dat buffet lopen en mij laten proeven wat ik wilde proeven. God, maar wel jou de veiligheid geven. Ja, en precies, in veiligheid. En we konden elkaar. Ik vond het, hij mocht ook van dat buffet eten. Nee, jij wilde dus dat lekker was dat eigenlijk. Nu iets zeggen, als ik nu zo, ik bedoel, ik heb al die momenten, of heel veel momenten, voorbij laten komen. Dat was wel het moment, dat was voor mij het besef dat ik gevangen zat. Ja. En dat ik vrij kon komen. En kennelijk voelde jij wel bij hem al de vrijheid om überhaupt van jouw moment te gaan vertellen. Ja, hij vroeg het. En het voelde veilig om het te vertellen. Ja. Wat voor boodschap over seksualiteit, relaties, intimiteit zou jij willen uitdragen? Zou jij willen meegeven aan anderen? Doe alles met je gevoel. Luister naar je hart wat goed voor je is. En als je gedachten hebt waarvan je denkt, oh jee, maar dat kan niet. Hoezo niet? Het zijn jouw gedachten, dus veroordeel jezelf niet. Wees vrij in je gevoel, wees vrij in je gedachten, in je fantasieën.
praat erover. En als je er met je partner niet over kunt praten, ja, praat er nog meer over, zodat je, weet je, dat, openheid. Dus gevoel, vrijheid en openheid. Ja. Denk je dat iedereen dat zomaar kan? Nee, dat is echt wel een proces. En ik geloof dat er mensen zijn die tot aan het moment dat ze weer uit hun vleespak gaan en weer terug, zeg maar, naar huis. Mm-hmm. Dat geloof ik. Dat we dus dat er veel meer is. En dat dit is maar een momentopname. Dit hele leven. En daar moeten we gewoon het beste uithalen. En ik geloof dat er mensen zijn die er in dit leven voor hebben gekozen om het nog niet te ervaren. Om het nog niet te voelen. Ja. Dus, maar ja, als het enigszins kan, het is wel heel lekker, die vrijheid. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. Maar als iemand jou op jouw 20ste die boodschap had gegeven, luister naar je gevoel, ervaar die vrijheid, ja, had je er dan wat mee gekund? Als ik daar... Ik weet wel dat ik altijd open stond, zeg maar. Ik vond het wel fijn om te praten over allerlei dingen. En ik weet niet op mijn 20ste. Het is niet gebeurd. Dus ja, voor mij is het voldoende dat het in ieder geval rond mijn 40ste is gebeurd. Mm-hmm. Daar ben ik dankbaar voor. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ook als mensen dat horen. Van, ja, luister je naar je gevoel. Ja, ja. Wat is dat dan? Wat moet ik daar dan mee? Wat kan ik daar dan mee? Nou ja, gewoon door echt naar binnen te gaan. Dus uit je hoofd te gaan. En kijken wat er fysiek bij jou... Als je ergens over denkt... Mm-hmm. En als je een beslissing moet nemen, denk er al over na, alsof het al aan de orde is. Ja, en wat je dan voelt. Hoe voelt dat? Letterlijk dat onderbuikgevoel. Probeer het je voor te stellen. Hoe voelt dat? Ja. Probeer het al te voelen. Dat is, ik geloof dat we allemaal de scheppingskracht hebben. Dat we alles kunnen scheppen wat we willen. Nou, ik vind echt dat ik het heel goed heb gedaan, want ik heb nou echt een topleven. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben gelukkig, ik heb een fantastische man, ik heb heerlijke kinderen. Ik heb geen noemenswaardige zorgen, tuurlijk. Ik heb ook wel, er zijn ook wel dingen. Maar ik kies ervoor om het me niet te laten... Te laten leiden. Nee, om het me niet te laten leiden. Eigenlijk moet je voor jezelf heel duidelijk krijgen wat jou gelukkig maakt. En dat scheppen. Ja. Precies. Wat zou jij gelukkig maken? Dus als je in een relatie zit waarin je je fantasieën niet durft te uiten, of waarin je jaloers bent, of waarin je denkt dat je partner iets niet leuk vindt of zo, probeer dan, of zie dan voor je wat er moet gebeuren om dat wel te krijgen. Mm-hmm. En ga dat dan creëren. Dus ga praten. Wees eerlijk. Als de ander dat niet kan, ja, ga dan bij jezelf nadenken van, ja, maar is dit voor mij dan voldoende? Ja. Of wil je investeren om die ander ook zover te krijgen? Ja, want dat zou inderdaad mijn volgende vraag zijn. Op het moment dat je die vrijheid niet ervaart binnen je relatie, zegt dat dan wat over de relatie? Of zegt dat ook wel misschien wat over jou of gewoon de stappen die je samen nog kan ondernemen? Ja, laten we eerlijk zijn. Relaties, de meeste relaties houden het niet een heel leven. En dat hoeft ook niet, want ik bedoel, jij hebt ook meerdere relaties gehad. Ik heb ook meerdere relaties gehad. En ik heb van elke relatie ga je in met de intentie van, nou, we gaan er het beste van maken. En niet van, dit is tot het eind van mijn leven of tot de dood ons scheidt. Ja, die relatie die heb ik nu wel. Dat ik echt denk van, nou, ik zou echt niet weten wat er nu nog fout zou kunnen gaan. Maar heeft het waarschijnlijk ook wel iets met de relatie zelf te maken. Ja, dat je dus dit gevoel nu wel kan ervaren. Tuurlijk. Misschien ben je wel in die relatie gekomen om achter iets te komen, weet je wel. En op een gegeven moment is het wel klaar. Ben je uitgeleerd in een relatie? Dus dat kan ook. En dan, uiteindelijk moet je gewoon jezelf gelukkig maken. Dus dan is die relatie dus niet meer een vorm die bij jou past. Mm-hmm. Weet je? En dan moet je ook eerlijk tegen jezelf zijn. Mm-hmm. Dus het kan heel goed zijn als je gaat soul-searchen en als je gaat voelen dat die relatie niet meer bij jou past. Dat jij aan het groeien bent en dat de ander niet meegroeit. En dat is niet erg. Maar dan is het, dat hoor je ook heel vaak mensen die met spiritualiteit bezig gaan, zeg maar. Ja. Dat ze op een gegeven moment hun partner voorbij gaan. En ja, is dat erg?
ja, jongens, laten we, de scheidingen zijn aan de orde van de dag. In de klas zitten kinderen, ik weet niet hoeveel kinderen, meer dan de helft zitten met ouders die gescheiden zijn. En ja, dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal heel triest. Maar het is het leven. Het leven is constant in beweging. Ja, en we zitten natuurlijk het ook is, in een leven wat veel het, sneller beweegt ja, dan 50 jaar ja, geleden. Precies. Ja, precies. En, maar wat wel fijn zou zijn, is dat mensen die dus... als je in een relatie zit waarin het gewoon niet gaat... Heel veel mensen blijven maar vasthouden. En blijven vasthouden voor de kinderen. Maar... Soms is het gezonder om er wel uit te stappen. En om en zonder al die frustraties en al die boosheid en al die opbouwt in al die jaren. Om op het moment dat je al voelt, dit is het niet voor mij. Dat je dan de guts hebt om te zeggen van, voordat het allemaal veel erger gaat worden, laten we elkaar in liefde vrijlaten. Er is ja, niks maar, mis mee. Maar ja. Toch denk ik ook dat nog voordat je op dat punt bent... Jij zei net al iets over dat je de aanname deed dat Michel niet bereid was om jouw spirituele proces met jou te delen. Het is zo makkelijk om aannames te doen. En wie zegt dat jouw partner helemaal niet open staat voor in ieder geval voor het gesprek en het doen van het delen maar dat van gedachten. Dan heb je al dat hele proces ja, al wel gehad. Weet je wel? Dat je eerst eerlijk bent tegen elkaar en ja, weet je, misschien zeg jij wel, of jij niet, maar zegt de een wel van, joh, ik wil een vrije relatie. Ik wil een keer naar een parenclub of ik wil een keer met een ander zoenen of wat dan ook. En als je daar over kan praten met je partner, ja, fantastisch. En misschien zegt die partner inderdaad wel, nou, dat lijkt me ook wel spannend. Maar ja, het kan ook zijn dat hij zegt van, ja, dat trek ik niet. Nou ja, dan moet je inderdaad gaan kijken, is dat verlangen van mij zo groot... kan ik het wegzetten of kan ik hem leven dat het bij een verlangen blijft? Wees eerlijk tegen elkaar en gun elkaar. Probeer je ook in de ander te verplaatsen. Zou er nog een vraag zijn die jij hebt over seksualiteit? Voor jezelf of in het algemeen? Maar ik bedoel je praktisch, zeg maar, als in... Praktisch, mag vanuit het gevoel... Ja, jij bent natuurlijk seksuoloog, hè? Ja, dus mag ook praktisch. Ja, ik heb meer praktijkervaring, denk ik. Gezien de jaren. Nou, hoewel, dat zegt ook niet zo heel veel, hè? Jij kan natuurlijk... Maar zeg eens niet. Nee, ik zit hier voor jou. Heb ik nog een vraag? Ja, dat... Nou, daar heb ik over nagedacht, of ik nog een vraag had. En wanneer zitten vrouwen op hun seksuele piek? Want ik hoorde pas iemand zeggen 27 of zo. En toen dacht ik, En ik heb een keer op een festival met een ontzettend leuke jonge jongen van een jaar of 24 staan praten. Dat ik echt dacht, nou leuk die aandacht, toch ook weer leuk. En die zei dat het veel later was. En toen dacht ik van, oh, nou misschien staat er nog wat te wachten. Nou, meestal is het tussen hun 35ste en 40ste. Oké. Dan hebben de meeste, maar goed, we zien daar natuurlijk ook een hele grote verschuiving in. Ja. De meeste die hebben de kleine kindjesfase hebben ze achter de rug. Ja. Dus ze kunnen van de ik ben moederrol meer weer terug naar ik ben vrouwrol. Bovendien is er vaak een stuk meer zekerheid over het lijf en wie ze zijn. Ze worden wat sterker, ze worden zekerder over hun lijf, wat ze kunnen. En dat maakt toch wel dat stukje seksualiteit ook een boost kan krijgen. Oké. Dus, ja. Tussen die 35ste, dus ik heb hem gehad. Je hebt hem gehad. Ik heb hem gehad. Ja, dat klopt. Van wie denk jij dat ze een mooi, bijzonder, inspirerend... misschien wel heel onverwacht verhaal te vertellen hebben. Nou, het eerste wat me nou te binnen schiet is dan... ik heb een cd gemaakt met allemaal mooie liedjes. Een beetje spirituele liedjes en Nederlandstalig. En als mensen het horen, dan zeggen ze heel vaak... van, nou, dit is net Willeke Alberti. Dus, kijken of we op dat gebied ook hetzelfde zijn een beetje. Dat lijkt me wel interessant. Ik zou wel eens met Willeke Alberti een avondje willen praten. Ja? Daarover, jawel. Ja. Want denk je dat er gelijkenis in zit? Ja, dat weet ik niet. Stille wateren hebben diepe gronden misschien. Het is natuurlijk een charmante, mooie vrouw. Dus met ook wel een nogal
turbulent liefdesleven. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze wel mooie verhalen heeft. Ja? Ja. Ja. Zullen we er gewoon eens uitnodigen? Ja, doen? Nee, ja? Heb je ja, kan je krijgen. Nodigen we gelijk de zoon erbij. Mag ik dan ook komen? Ja, ja. Dan nodigen we jou erbij. Ja. Dan komen we z'n drietjes. Doe de catering. Precies. Gaan we doen. Ja, dus wil ik Alberti. Wil ik Alberti. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. En abonneer je op het kanaal van Ilvie als je meer wil zien. Bedankt voor het kijken. Dag. Doeg. I'm gonna